Ja, je moet wel een beetje geschift zijn <laughs> ergens hoor. Ja, toch wel een beetje. Ik bedoel, je... Het grappige is, uh, ik, ik, had een, uh, ik heb dit ook op voorhand verteld uh, aan mijn uitgever. Dat en... je het ging doen? Ja, maar ook wel met, met, met deze plannen en deze inzet. Dus, dus er stond wel een Contract tegenover en ik wist dat uitgegeven zou worden. Je wist dat de bezigbij jou uh, ja. uh, zou laten debuteren? Nou ja, anyway, als ik over de brug kwam met iets uitgeefbaars, natuurlijk. Hè. Dat staat ook in zo'n contract. Oké, okay. dat zijn onbindende closures. Ja, ja, ja. dus. Als het gewoon niks voorstelt of ze vinden het slecht. dan gaat het niet door. Nee, dan gaat het niet door. Maar dat wilde ik zeggen dat, dat ik natuurlijk wel wist waarvoor ik het deed. Uh, dat was ook een goede stok achter de deur. Maar het is ook weer zo dat zo'n bezigbij zo groot. Die draaien gewoon door. Hè? Die denken, vier jaar lang hebben ze... Oh, stop is toch vier jaar geleden? Die, die horen vier jaar niks van jou. Nee, nee, nee. En, en ik niks van hen eigenlijk. Het, het is een... Je moet het toch helemaal zelf doen. Het is een hele solitaire, eenzame bezigheid. Schrijven, dat weet iedereen. Maar het is ook echt zo. Dus je moet jezelf ook vaak als een soort bron van Münchhausen uit, het, uit de modder trekken. En je moet, stel ik mij voor, enorm... Uh... Diep in je hart overtuigd zijn van je eigen gelijk of je eigen kwaliteit. Ja, om. Ja, dat is moeilijk. Want vaak uh, haat je de, wat je gemaakt hebt. Eens in de een twee, drie, vier dagen is dat zo. Dan zak je weg in, in, in zuigende modder. Dan moet je binnen twee uur uit zijn, want dan stolt de zaak en dan uh, kom je er nooit meer uit. Het is verschrikkelijk. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Dat zijn echt de moeilijkste momenten. Dat je hier op de bank ligt. Like hier op de bank. Ja, toch wel het, het, het huilen nabij. Dat ik dacht: het wordt niks. Het is, het is kloten. En het gekke is dat je. En was het dan ook kloten? Of, uh... Uh, nou, ik denk het niet, want ik heb ook dit hele manuscript toen het klaar was, ook nog heel erg kloten gevonden. Oh ja? Ja. Toen je het inleverde. Ja, en, en toen ik het boek binnenkreeg van de drukker, vond ik het weer kloten. Dus, dus het gekke is dat je moet je je voorstellen alsof je vier jaar lang naar jezelf in de spiegel zit te kijken. Nou, vind dat maar eens niet kloten, wat je dan ziet. <laughs> ik bedoel, je hebt het zelf gemaakt, hè? dus je hebt geen afstand, je hebt geen. Uh... En er zitten ook pieken bij dat je denkt van nou, dit is uh, dit mag te wezen. En dat moet je ook relativeren.